Het is een drukte van belang voor de jaarbeurs van morgen. Prinses Máxima gaat naar de conferentie over jongeren en geld. Ze krijgt een boek over hoe jongeren met geld omgaan. De een heeft een gat in zijn hand en de ander pot alles op. Met het boek hoopt de stichting Weet Wat Je Besteedt jongeren bewust te maken van hun uitgaven. We wilden heel graag zowel volwassenen als jongeren laten meedenken. Ja, wat kunnen we nog meer doen? Hoe kunnen we nou zorgen dat jongeren zelf aan de slag gaan met hoe doe ik dat nou verstandig met geld? In het boek worden jongeren verdeeld in verschillende types. Trendsetters, toekomstplanners, regelaars en natuurlijk de levensgenieters. Babette kan zich bij dat laatste alles voorstellen. Ja, dat je snel geld opmaakt, dus als je het hebt dat je het eigenlijk direct opmaakt. Of dat je niet kunt sparen. Dat is een beetje het type levensgenieten. En als je dat dan goed weet, dan kan je ook proberen om je geld bewuster te besteden. Al blijkt dat financiële wijsheid met de jaren komt. Ik denk dat ik nu iets relaxter ben en denk van ach, geld is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Het gaat erom dat je gelukkig bent. Maar vroeger wilde ik wel graag rijk worden. Máxima was er niet alleen voor het boek. Ze heeft ook een uur lang met de jongeren gepraat. Heel leuk. Het was heel leuk om gedachten te wisselen met alle jongeren.